allround opleiding is 20 weken lang. Ze leren gel, acryl en fiberglas, een beetje nail art en dan hebben we het examen. Als ze geslaagd zijn in een examen, kunnen ze eigenlijk in een nagelstudio beginnen of zelfs een nagelstudio open doen. Dus ik wou nagelstyliste worden, maar als hobby. Maar wie weet groeit dat wel uit, van mijn passie tot een beroep. Het merendeel van onze leerlingen die komen eigenlijk om een nagelstudio te kunnen openen of in een nagelstudio te kunnen werken. We beginnen weer hier en we gaan zachtjes naar beneden gaan. Nu, als ik zo mijn penseel zet, heb ik geen pigment over. Zo zet ik mijn penseel. Mijn penseel zet ik horizontaal. En zo laat ik pigment achter. Zie je dat? Als je niet lang genoeg wacht, dan kun je eigenlijk dat in één laag eraf trekken. Want dan is dat van onder niet uitgehard, dus heeft dat ook geen hechting aan die nagel. Een goede nagelsliste heeft ook een goede basis nodig, dus er komt wel wat theorie bij te kijken, maar het meeste is echt praktijk. Volgens mij, de juffrouw heeft dat ook gezegd, als je goed oplet in de les en je schrijft wat notities op, dat dat allemaal vanzelf gaat, want eigenlijk is een theorie zijn vragen op je praktijk. En als je je praktijk onder de knie hebt en het kan niet anders dan 4 uur op een avond dat je les hebt. Je neemt dat echt in je op. Dus het is niet dat je moet zitten studeren of blokken. Er is zeker vraag naar goede nagelstylisten. Wij leiden ook onze mensen op een heel hoog niveau op. Het is niet zomaar een cursus dat je bij je eigen nagelstylist kunt vormen. Het is echt op een heel hoog niveau dat wij werken. De slogan van de school is: we nemen uw opleiding zeer persoonlijk. Dat is de eerste slogan waarvan ik vind dat het echt oprecht is. Dus de juffrouw is zeer joviaal, hebt helemaal niet het gevoel dat je hier op de school zit. Het is gewoon allemaal onder vrienden en die komt altijd persoonlijk kijken. Als je iets verkeerd doet, ze heeft het altijd gezien. Je moet dat zo vast doen of zo, dat is beter. Dus ja, het is echt wel zeer persoonlijk.